Er zijn verschillende manieren voor het snijden van plaatstaal. Eén daarvan is het plasmasnijden. Deze techniek is in de 60er jaren van de 20e eeuw ontstaan uit plasmalassen en heeft sindsdien een hele ontwikkeling doorgemaakt. Waar de branche nu staat en welke mogelijkheden er vandaag de dag zijn, vertelt Jan Meutgeert van AZT Machinery BV. We zien hier een high-end plasmamachine, voorzien van een nieuwe generatie plasmasysteem. En de combinatie van CNC, plasmasysteem en hoogteregeling maakt dat wij een hele hoge snijkwaliteit kunnen bereiken. Zelfs zo hoog dat hij de laserkwaliteit benadert. Vroeger werd er veel autogeen gesneden. En toen de plasma kwam, toen was de kwaliteit van de plasma was eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus de laser stond nog in de kinderschoenen. Maar die laser is in de loop van de jaren de kwaliteit van de plasma's ver vooruit gegaan. Dus nu met het nieuwe systeem is de achterstand ingelopen. Dus we snijden nu met een plasmasysteem nagenoeg dezelfde kwaliteit als een laser. Maar het bereik is vele malen groter en de kosten zijn veel lager. Deze machine is opgebouwd uit aluminium, helemaal uit aluminium. Dat heeft als voordeel dat hij licht is en veel stijver geconstrueerd is dan een stalen machine. Een aluminiumconstructie heeft een hogere eigen frequentie dan staal. En waarmee we uit het gevaarlijke gebied blijven met die machine. En die trillingen zich niet vertalen in onregelmatig snijwerk. Trillingen zijn uit den boze in combinatie met deze plasma. Deze plasma die maakt zo'n fijne snede dat elke trilling zich vertaalt in onregelmatig snijwerk. Ja, de toepassing van eerste klas materialen zorgt voor een lange levensduur en dus een hogere duurzaamheid. De nieuwe plasmabron verbruikt veel minder energie bij dezelfde capaciteit. En de combinatie van software en mechaniek maakt dat we veel efficiënter met materiaal omgaan. Dus we hebben veel minder afval. De ontwikkeling van deze machines begint op de tekentafel. En er wordt in een 3D CAD-model wordt het helemaal uitgewerkt. Daar wordt alles gecalculeerd, dus kijken of alles klopt. Dus dat alle frequenties kloppen, de krachtenlijnen kloppen. Daarna worden diverse onderdelen uitbesteed naar verschillende fabrikanten, zoals freeswerk voor het aluminium en draaiwerk voor diverse andere toepassingen. Waarna de onderdelen in de werkplaats geassembleerd worden en er een complete machine van gemaakt wordt. Na het zien van de plasmasnijder in Jauren zijn we op locatie bij Hypertherm in Roosendaal, waar we een demo-model zien van een grotere machine. Ed Kiley legt uit wat deze machine allemaal kan en waar deze voor wordt ingezet. Well, the biggest development we've had is a greater increase in arc density, which gives us a much better accuracy. So the parts that are being cut now are much more close to laser than ever before. So different from oxyfuel or autogene, plasma is a much more accurate and faster process than it ever has before in the past. If the parts aren't the right size, they don't fit. So if you're making a product, whether it's a tractor or a ship, and the parts don't fit, then that causes the fettlers that are making it more work. It makes the welding process longer and harder to do. So the more accurate the parts are, the easier it is for fit up. Plasma cutting systems are used in lots of different industries, from shipbuilding to structural steel. Pretty much everything we see in the world today, surprisingly, is made from steel. And a machine like this is designed specifically for cutting that. But not just mild steel, but also stainless steel and aluminium. So any part you see of any tractor or truck or ship or wind towers could all be cut with plasma. One of the big reasons is the fact that it's cheaper to do, it's much faster. The accuracy is much better than autogain or oxyfuel, so you actually are able to produce the product much more quickly and cheaper, because the biggest cost is going to be labor. So we reduce the labor costs by increasing the productivity. And that's one of the biggest things that plasma does for people. And also the quality of the cut is equal
to Autogain or even rivals a laser in some instances. I think what you'll see further in the future is a cut quality that's closer to a laser. So you'll see the angularity to be reduced, and the kerf values or the material that's lost in the cut will be also reduced. But I think also what you're going to see is I think that there'll be a more integration with the overall manufacturing process. So from raw material coming in the door to finished product going out the door, there'll be a much more tighter integration in the whole manufacturing process. So it'll work potentially with a lights out process like you can with a laser today. But today that's not possible. But I think that's where we're headed.